Inmiddels bij onze tafel Fred Teven, oud-officier van Justitie en inmiddels Kamerlid voor de VVD. Welkom. Goedenavond. We hebben al even met Bram gesproken. Een van de dingen die hij eigenlijk zei in het interview, of die ik tegen hem zei, maar die wel bevestigt, dat er in de tijd een soort karaktermoord op hem is gepleegd. Deelt u die mening? Nou, kijk, dat is natuurlijk hoe je het zelf ondergaat en hoe je dat voelt. En ik kan me heel goed voorstellen dat de heer Moskowitz dat zo voelt. Maar dat is niet de opzet geweest. Wat was wel de opzet? Ja, kijk, ik denk dat het niet goed is dat ik nou, hè, want ik ben daar een paar keer op een vestje gespuugd, zoals u weet, door de rechtbank. Ja. Ik denk dat het niet goed is dat ik nou dat weer opraal kan aan de vooravond van het hoge beroep. Dat lijkt me buitengewoon onverstandig. Hoe is jullie verstandhouding sinds die zaak? Uitstekend. Dat is veel sangrancune en... Natuurlijk, we hebben wel even met elkaar gesproken. En we hebben ook op enig moment zelfs, heb ik van mijn kant gezegd, nou, het had misschien niet verdiende met de schoonheidsprijs. En daarna zijn we gewoon weer met elkaar in gesprek geraakt. Dat was voor mij ook voldoende. Ja. Kijk, als dat zo wordt gezegd, dan... Kous af. Kous af. Ja. Maar het zou wel gezegd moeten worden, vind ik. U heeft van tevoren hier ook gezegd, van, nou, ik wil eigenlijk niet heel erg over de zaak Holleder praten, omdat ik nu in een andere positie zit. Ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Nee, dat is heel goed. De rechtbank heeft al korting gegeven de vorige keer, omdat ik wat gezegd heb, staat er in het vonnis. Dus ik dacht bij mezelf, laten we dat bij het Hof nou niet weer meemaken, in het minste geval. Nee. U heeft wel deel uitgemaakt de afgelopen maanden van een parlementaire onderzoekscommissie. Klopt. Die de verwevenheid tussen onderwereld en bovenwereld heeft onderzocht. En dat is natuurlijk niet zomaar gebeurd. Dat is mede naar aanleiding van de zaak Holleder, het onderzoek tegen Enstra, is die commissie aan het werk gegaan. Maar er waren meer dingen. Zijn nou onder meer bijvoorbeeld beroepsgroepen, notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs, makelaars, taxateurs. Verrichten die nou diensten voor de onderwereld en kun je dat rechtstreeks aantonen? Wat is er dan in principe mis met die bestrijding van die verwevenheid tussen onderwereld en bovenwereld? Wat wij in ieder geval wel hebben geconstateerd is dat er in die verschillende rechtsgebieden, dat Openbaar Ministerie en politie enerzijds, Belastingdienst anderzijds, het bestuur, gemeenten, provincies, maar ook de beroepsgroepen zelf als ze proberen in het kader van tuchtrecht en integriteit zaken te corrigeren. Ja, dat werkt allemaal vreselijk langs elkaar heen soms. Informatie die diverse rechtsgebieden kennen, die diverse diensten kennen, die wordt niet met elkaar uitgewisseld. Sterker nog, incidenteel misschien bij convenant, maar niet structureel. En soms worden ook verschillende opsporingshandelingen, controlehandelingen worden naast elkaar gedaan, terwijl diensten dat niet van elkaar weten. En daar hebben we ook van gezegd, er moet een betere coördinatie komen. En dan was er nog een, nou, kan je zeggen, pikant puntje. Wij zeggen wel, we zouden nog eens een goede hoorzitting moeten hebben over de omvang van het verschoningsrecht in Nederland. Moet dat nu zo blijven als het is? En moet het dan voor alle beroepsgroepen zo blijven als het is? Of moet je daar dan nog een verschil in gaan maken? En moet je voor sommige beroepsgroepen, of misschien wel voor allemaal, het omvang van het verschoningsrecht gaan beperken? Wat vind je daarvan, Bram? Ja, meneer Teven die raakt wel meteen een zeer punt bij mij. Niet omdat ik iets te verbergen heb, maar omdat het principieel is, vind ik. Namelijk de vraag of een advocaat, ik zeg het maar even over advocaten dan, of die een verschoningsrecht moet hebben. Want iedere verdachte, iedere cliënt die bij een advocaat komt, die moet zeker weten dat wat daartussen hem, haar, dan wel de advocaat wordt besproken, dat dat niet verder komt. Ja. Dat vind ik zo'n beginsel, zo'n principieel uitgangspunt, dat ik hoe dan ook zou vinden dat je daarvan af moet blijven. Ik denk dat er advocaten zijn die diensten bewijzen aan cliënten die niet des advocaat zijn. En gek genoeg denk ik dat het meer de civilisten zijn dan de strafadvocaten die naam een beetje hebben. Dat blijkt ook wel uit het verleden. En ik denk ook wel dat het voor notarissen geldt en ook wel voor belastingheren. Mm. Dus ik denk wel dat er een vorm van verwevenheid is. Is dat zo, Fred Teven? Daar zijn we wel tegenaan gelopen. Zeker in de onroerend goedwereld. Wel soms een beetje bij de cultuur hoort om dingen te doen waar je in eerste instantie geen zin in had. Als je daar maar dan veel geld voor betaalt. De klassieke raadgevers, zoals we die kennen uit de Italiaanse maffiafilms, die kennen we ook in Nederland. Nou ja, ik heb ooit, zoals u weet, 13 jaar geleden ooit het woord conciliëring gebruikt tijdens een strafzitting. En toen zijn de officieren, dat was overigens niet tegen u. Nee, toen zijn de, geloof ik. Nee, ook niet. Mm. En toen zijn de officieren van justitie, die dat toen zeiden, die zijn genadeloos neergesabeld, collega Witteveen en ik, omdat er werd gezegd, ja, dat kan alleen maar een incident zijn geweest en dan kun je dat niet zomaar zeggen over iemand.
Het gekke is dat we daarna de commissie van Traar hebben gehad. Die zei ook nog dat het incidenten waren en dat er niks structureels aan de hand is. En we hebben nu 10 jaar later toch wel het idee dat er iets meer te veel structuur in is gekomen. Wat een andere aanbeveling van jullie commissie was om, laten we zeggen, de wet Bibop, die nu alleen voor horeca ondernemers geldt, om die ook te laten gelden voor de vastgoedsector. Ja. Is dat echt nodig? Ja, wij denken dat dat nodig is. Wij denken dat het soms nodig is als je vergunningen wilt hebben om ergens te mogen bouwen van een gemeente. Dat je soms wel moet gaan aantonen hoe je aan de middelen komt. Hoe het soms toch kan dat er kredietfaciliteiten worden verstrekt door banken terwijl je misschien wel niet kredietwaardig bent. En laat mensen maar gewoon aantonen waarom ze vinden dat ze wel te goede trouw zijn. Ik heb niks met die wet Bibop. Om de eenvoudige reden dat ik niet veel op heb met de omkering van de bewijslast. Dat vind ik altijd een gevaarlijk instrument. Dat is in de belastingwetgeving soms ook zo. En ik begrijp meneer Teven heel goed dat hij voorstelt dat hij middelen wil hebben. Kijk, als je fouten bemerkt, dan moet je die kunnen gaan bestrijden. Of handel dat niet des accountants of des advocaat of des notaris is. In die Bibop zaken die ik doe, en ik doe er nogal wat, onder andere de Jap Jum bijvoorbeeld, ja. Daar heb ik ook gezien, en dat is mijn probleem een beetje, dat je eigenlijk aan het vechten bent tegen de bierkaai. Dat een eigenaar van, in dit geval een chic bordeel, te horen krijgt dat er criminelen aan tafel zaten of aan de bar. Ja, natuurlijk zitten die daar, zou ik bijna zeggen. Dat gaat nogal eens samen. Ja. Dus dan ben je een beetje aan het vechten tegen je onschuld, terwijl het bijna niet mogelijk is. Ik kan niet meer goed bedenken, als je te goede trouw bent en je hebt, laat ik het maar weer eens zeggen, ja. Je hebt niets te verbergen, ja. Waarom je niet geweldig zou willen meewerken, waarom je niet zou willen meewerken aan het verstrekken van gegevens. Dat antwoord kan ik u geven, want dat heb ik mooi in die Jap Jum-zaak meegemaakt. Om te beginnen, stel je bent te goede trouw, maar je moet die Bibop-wetgeving doorlopen. Je gaat dicht. Dus iemand die te goede trouw is en misschien niets te verbergen heeft, die gaat op het moment dat de Bibop over hem heen komt, gaat dicht. Dan kan je achteraf je gelijk halen. Dan kun je je gelijk halen, maar dan ben je failliet. Kijk, daar kunnen we natuurlijk allemaal over praten. Of die maatregelen meteen moeten ingaan. Of dat ze bij sommigen meteen gaan en bij andere mensen niet. En bij andere mensen niet meteen ingaan. Ja, okay, daar kan je discussie over voeren. Voor welke sectoren het is. Ja, en wanneer je een voorlopige voorziening treft en wanneer je dat niet doet. Kun je allemaal over praten. Okay. En het aardige kan ik u verzekeren. Het heeft ook nog steun van 6 politieke partijen in de Kamer. Zo'n 130 zetels bij elkaar. Dat helpt af en toe nog wel in dit land. Oké, nou goed. En anders laat hij gewoon de Bibop erop los. Ja, precies. Ja, het is wel de echte politicus geworden. Ja, maar het was altijd al een rappe praten. Vlakt u zichzelf ook niet uit, hè? Ja. Toch nog even terug naar de zaak Holleder. Hoe gaat u daar als parlementariër naar kijken? Hoopt u op een veroordeling? Ik kijk daar gewoon naar als een zeer geïnteresseerde Nederlander, maar wel met bijzonder veel aandacht. Nou ja, de zaak is, laat ik het maar zeggen, niet onder heel gelukkige sterren te begonnen. Want? Het is natuurlijk altijd buitengewoon pijnlijk, hoe je het ook bent of keert, als een raadsheer door collega's of een rechter door collega's wordt gevraagd. En ik begrijp wel dat het om de schijn van partijdigheid gaat, het subjectieve begrip en niet het objectieve partijdigheid. Daar is absoluut geen sprake van. Dat zegt het Hof ook heel terecht. Maar goed, ja, in dit soort dingen moet je toch wel voorkomen, dit soort incidenten, denk ik. Ja. Maar we gaan het geïnteresseerd volgen en we gaan wel kijken wat er gebeurt en wat eruit komt. Ik ga me verder beroepen op mijn zwijgerecht. En krijgt er iemand korting nog? Ja, maar ik zeg er ook niet zoveel van, meneer Moskowitz. Ja, net als u eigenlijk niet meer. Nee, we hebben er niks mee te maken. Nee. Bram Moskowitz, Fred Teven, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. U ook bedankt voor het kijken. Wilt u reageren op dit gesprek trouwens, dan kan dat via onze website www.telegraaf.nl. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.